Jong Noord-Macedonië won van Zweden in deze groep. Maar won bijvoorbeeld ook maar met 1-0 van Jong Gibraltar. Frans tugge ploeg, niet eentje die makkelijk scoort. Maar ook niet eentje die makkelijk doelpunten tegenkrijgt. Rens eroverheen, Manouf. Ohio, goed gespeeld. En is de kans voor Regeer daar. En het is al raak. Tweede minuut. Joeri Regeer loopt zich hier handig vrij. En dan vindt Ohio hem door hem in één keer aan te spelen. En het geheim van de afronding zit eigenlijk in de aanname. Want hij neemt hem in één keer goed mee in zijn loop. En kan hem er dan inschuiven. Een tweede treffer. Zou het net natuurlijk wat makkelijker maken. Ook omdat er ongetwijfeld nog wat minder geloof komt bij Jong Noord-Macedonië. Ja, als ze gaan helpen, dan is dit raak. Dan is dit raak. Ohio scoort. Maar ja, vraag eigenlijk niet hoe. Eerst deze paas. Die is al belabberd. Dan staat Ohio hier inderdaad geen buitenspel. Staat hij weliswaar dichtbij. Maar mag de keeper deze dan toch ook wel weer hebben? Ohio moet hem eigenlijk in een hoek schieten. Maar Olszewski denkt, nou, ik help jullie één keer. Ach, dan help ik jullie die tweede keer ook wel. Deze heb ik niet. Hij is hard, maar hij is zeker hout. Ohio. Toch sterk weer hoor. Heel sterk gedaan. Krijgt de bal nog voor ook bij Manouf. Met dank aan Noah Ohio is het hier 3-0. En van de absolute uitblinkers vandaag bij Jong Oranje. Zijn tweede assist. Heeft ook al een doelpunt te pakken. Kijk eens. Aanname. Gewoon doorzetten. En goed terugleggen. De verdedigers krijgen geen enkele grip op hem. Hij is gewoon te sterk. Regeer. Van Bommel neemt hem goed aan. Geeft hem goed voor. Emega wipt hem er niet overheen. Maar dan is Manover voor de rebound. En de 4-0. Kinderlijk eenvoudig. Van Bommel legt voor. Emega nog net niet. Maar Manover is aangesloten. Een fris, gretig spelend Jong Oranje vandaag in Almere. Manouf. Daar zat een arm bij. Regeer. Denk, nou ja, misschien een penalty. Laten we er geen twijfel over houden. Ik cross hem er even in. Manouf zet hem op. Regeer. Neemt hem fraai mee. Zit dan een klein beetje mazzel bij, want die bal komt tegen een arm. Maar terwijl er nog wordt geappelleerd door Rensch, denkt de Regeer. Ach, ik sta er nu toch.